Het is je favoriete oversexy YouTuber weer afgerukt worden? Laat het weten in de comments, lieve mensen. Weer gaan we gewoon gelijk lekker verder. Jullie hebben 10.000 likes gegeven op de vorige video. Wat betekent, we gaan packs openen. Superveel. Niet veel, maar wel wat. Waaronder 100k pakket. Dus dat is top. Doe je duimpje omhoog. Zou ik erg waarderen. Vergeet niet te abonneren, want we zitten bijna op 160.000 abonnees. En als we dat halen, krijg je allemaal geld en zo. Corona, kom hier. Run. Ik weet niet wat het is. Ik voel me nog steeds niet helemaal top. Oh, maar oké, we gaan gewoon beginnen, lieve mensen. Ik laat me niet tegenhouden. Ziekte kan me niet krijgen, hoor. Is er weer eerste wedstrijd tegen de Verte, lieve mensen. Met Stoichkov. En dan denk je, Stoichkov, dat kan toch nooit goed zijn. Dan gaan we dat nog wel zien, lieve mensen. Ik heb een bakkie. We hebben nou zin. En we gaan gewoon even lekker praten over FIFA. Want we staan op dit moment 18-2. Kunnen we dan Elite 1 halen? Het zou ongekend lekker zijn. De twee potjes die we hebben verloren was ongelofelijke selectieve bullshit. Dus laten we hopen dat het nu gewoon een beetje normaal gaat. En dan we gewoon lekker... Oh, ik ga gelijk 19-2. Gaat top, hè? Moet je kijken, 19-2. Dus mogen we hopen... Team of the Year is aan de lopende band. Zo'n duur team hoor dit. Pay to lose. Nou, we gaan kijken of je lose, vriend. Maar het is goed dat je er alvast rekening mee houdt. Maar in ieder geval... Het belangrijkste is op dit moment dat we rekening houden... Met een overwinning. Lieve mensen, ga niet voor je lichaamapparatuur weer even uit elkaar. Volgens mij waren we bij deze wedstrijd en we staan 1-0 achter. Is niet best. Laten we zorgen dat we onze focus kunnen behouden. Nogmaals, Elite 1 is essentieel. Kunnen we het halen? Hij scoorde met zijn Kilianus van de Varanus en Mbappé met zijn Team of the Year. Maar hij scoorde gewoon met zijn normale die. Voor mij kan hem ook gewoon in knallen. Maar hier is kan koffie. Denk ik, kan koffie, kan niet schieten. Het is Team of the Year. Is niet best. Maar... Aan het einde van de video gaan we dus de 100k pakketjes openen. Ik hoop dat we eruit krijgen een Future Star of wat dan ook. Is misschien een beetje voorbarig, maar oké, we kunnen gewoon kijken of het kan lukken, lief bent. Frenkie, 3-2, prima. Goed, staan we voor. Hou de focus vast. Hier is Messi. Fuck, staan we 3-3. Dat is niet goed. En uiteindelijk gaan we zorgen dat Ben uiteindelijk in de 90ste minuut gaat toeslaan. Want uiteindelijk komen we hier bij Trio terecht. Knallen we de bal door zijn benen. En uiteindelijk, lieve mensen, is dat een 4-3. Niks aan de hand, lieve mensen. Staan we dus... 20-2, toch? 20-2. Exact. Ultimate Team, gewoon Zaki. Gewoon Zaki 09. Bleek trouwens een Nederlander te zijn. En gewoon Zaki, die gaat het ons knap lastig maken. Onze grote vriend uit het zuiden van het land. Ik heb geen idee waar die woont. Ik zeg het maar wat, joh. Zeg, is gek. Hier een goede actie van Ben aan de zijkant. 32e minuut geven voor op Neymar. En die kan uithalen, scoren. 47e minuut, niks aan de hand. Hier een goede kapactie. Uiteindelijk hier nog een keer een kap. En ik kan hem weer voorgeven. En dan Trio. Trio, het is altijd dezelfde. Trio, die is zo goed. En dan de 54e minuut, kijk dit dan even. Blank, die dat zwaar... Oh, en dan wordt hij goed. Nou, laten we zo zeggen. Het is gewoon goed afgemaakt van onze tegenstander. Laten we niet gaan zeiken, maar dit slaat er weer nergens op. Ik pas hem terug op de keeper. En hij geeft een klein tikje en hij select vochtige. Ik word daar zo ongelooflijk naar van. Dat het spel soms symptomen vertoont waar ik gewoon helemaal niks mee kan. Staan we dus 2-2. Verlenging. 97e minuut. Blank, die loopt echt op rolschaatsen. Die kan niet bewegen. Ik weet niet waar de verbinding ligt. Maar uiteindelijk scoort hij mooi. De 3-2. Alleen hoe die tot stand komt, vond ik een beetje jammer. Net zoals deze goal. Hoe die tot stand komt, slaat ook helemaal nergens op. Er gebeuren zoveel onzin dingen. Betekent penalties, lieve mensen. En onze tegenstander kon niet zo goed penalties nemen. Want ik had vrijwel een controle. Hij ging meer in hetzelfde. En uiteindelijk konden we scoren. Nog een keer scoren. En hier uiteindelijk missen. En dan konden we de 3-0 maken. En is klaar. Als we deze scoren, moeten we kijken in het midden. Dan gaat het links. En dan was de goal. Is klaar. Top. Winnen. Nice. Zo, gaan we door naar de laatste potjes. Was weer een beetje uitgevallen, maar oké, we gaan gewoon door. Staan we door bij de vierde pot. En uiteindelijk staan we hier tegen die Velvies Homofilio achterin. Dit is gewoon echt ook een prima team trouwens. Hoe kan je trouwens een Kilianus spits rode playpick hebben? Ik word daar een beetje moe van als je het ziet. Adam Akkoord, maar rechts buiten moet je uitkijken, altijd doen. En uiteindelijk in de tiende minuut staan we hier met Neymar, gaan we diep. Goeie actie, Kilianus goed, prima doen. Elfde minuut gaan we dus een goaltje maken en uiteindelijk komt deze man... Ja, dit is gewoon een goede goal. 14e minuut. En het schijnt dus dat het heel moeilijk scoren is tegen deze man. Maar buiten dat, hier zo. Hele grote fout van onze tegenstander. Uiteindelijk gaan we hier de andere kant op. Had hij niet verwacht. En schieten we alsnog erin. 2-1 in de 55e minuut. En Ali kan er niet meer bovenop komen. Want wij gaan namelijk nog de 3-1 scoren in de 65e minuut. Gaan we zien. Nou, hier zo. Neymar, goed. Die dubbel kruisje op de achterlijn werkt heel goed. En ook dit is dus een race quit. Staan we dus 4 potjes gespeeld. 22-2 en dan moeten we tegen Resistencia, dames en heren, attentie.
Dit is helemaal geen bijzonder team. We hebben een veel beter team. We hebben een veel sterker team. Maar wat hier nou allemaal gaat plaatsvinden, jullie gaan je ogen niet geloven. Uiteindelijk gaat hij hier dus diep. Prima. Kan allemaal gebeuren. Scoort hier de 1-0. Sterker nog, hier op randje buitenspel scoort hij hier zelfs de 2-0 door een sliding van Alisson. Oké, kan gebeuren. Laten we niet te veel doen. Ik denk dat Alisson Team of the Year totaal niet waard is. Maar oké, we hebben hem gepakt en dan tweede pol. Dus laten we het ook even laten. Wij scoren dus hier met een Neymar. En echt jongens, ik heb alleen maar... Die gozer heeft heel de wedstrijd gewoon 2 schoten op goal gehad. En ik heb de hele tijd dit soort kansen. Hoezo gaat dit er niet in? Hoezo gaat dit er niet in? Hoezo gaat dit er niet in? Het zijn constant kansen. Ik word de hele... Hij heeft 3 schoten op goal gehad de hele wedstrijd. Ik word er soms een beetje moe van. Dat we eigenlijk alle potjes die we verliezen... zijn altijd gewoon keihard discutabel. En we zijn bijna altijd zijn we de betere. Maar wat doe ik dan verkeerd? Ik vraag me een beetje af. Ik ben ook niet goed genoeg om top 100 te halen. Weet je, ik moet er ook wel iets meer voor doen. Ik moet er iets meer geduld voor nemen. De potjes beter verspreiden. Ik weet het allemaal wel. Maar ik baal er een beetje van dat het gewoon allemaal net niet lukt. En ik probeer het een beetje leuk te houden. Ook een beetje met druk te zetten. Ik kan niet een hele wedstrijd hebben waar ik bijvoorbeeld 0 kansen creëer. En dat ik de hele tijd met mijn middenvelders loop te stofzuigen. In plaats van stappen met mijn centrale verdedigers. Zodat je dan trage potjes krijgt. Ik heb er niet zo heel erg veel zin in. Maar oké, zulke dingen gebeuren gewoon. 3-1, 29e minuut zijn we klaar. Race quit. Gaan we naar FC Bayern. Betekent nog, we hebben nog 3 wedstrijden. 4 wedstrijden. Als we alle 4 winnen, hebben we top. Of hebben we Elite 1. Top 100. Top 100 zijn we helemaal niet gehaald deze FIFA. Hebben we dus Elite 1. Het team zelf is niet zo boeiend. Wij hebben alleen maar kansen gecreëerd in het begin van de wedstrijd. Leveren deze bal dom in. Dembele scoort. 40e minuut staan we dus achter. Heel erg vervelend. En dan gaan we kijken of we het eventueel rechts kunnen zetten. Hier is Eusebio en die kopt hem door op vochtige. Wat een goal! Was meer dan top. Was fijn. 66e minuut. Frenkie doet hem alsnog op Eusebio. En die knalt hem natuurlijk vanaf hier erin. 66e minuut en gelijk een rage quit voor ons tegenstander. Want ook deze wedstrijd waren we wel degelijk beter. FC Abink, de Nederlander, had me nog een bericht gestuurd naar de wedstrijd. Hij heeft ook Ben. Player of the month. Ja, dan is het gevaarlijk. Dan weten we dat we moeten uitkijken. Adam Akoy hem op rechts, dan is het nooit makkelijk. Uiteindelijk gaat deze bal op Frenkie. Kunnen we dan onze spitsen vinden? Ja, Neymar, die gaat hier prima door. 1-0 uiteindelijk. En kunnen we dan nog gevaarlijker worden? 5. En dan hier Neymar, die gaat diep. Prima. En dan zijn dit de makkelijke goals. En dan weet je eigenlijk al dat deze wedstrijd gespeeld is. Want we maken hier zelfs ook nog de 3-0 in de 58e minuut. Deze is klaar. Oké, volgende tegenstander. We staan dus nu 25 wins. We moeten er nog 2 winnen. En dan komen we tegen deze tegenstander. Ongekend goed team. Rode Mbappé, Rode Ronaldo, Del en Neymar. Ja, het is een aardig goed team, zoals jullie zien. Maar buiten dat. Laten we even wel wezen dat dit best wel een dingetje is dat ik bij mezelf denk van... deze actie, prima. Dubbele schaar, naar binnen. Goede goal van mijn tegenstander. 3e minuut, had ik misschien iets anders moeten aanpakken. Maar mensen, dit is weer zo'n wedstrijd waarin ik 502 kansen creëer. Die er normaal gesproken altijd ingaan. En waarin hij gewoon een paar kansen krijgt. Deze ook, en die daarvoor ook. En dan krijgt hij natuurlijk via een kaats op Del. Waar is mijn verdediging? Is natuurlijk geen buitenspel. Keeper doet natuurlijk weer niks. Staan we 2-0 achter, zijn tweede schot op goal. En dan voel je hem al aankomen. En dan komt zijn 3e schot op goal. En ik ga hem hier even stilzetten, want hier werd ik een klein beetje agressief. Ik ga mee met vochtigen. Ik doe L2 naar onder. Maar hier opeens besluit hij stil te staan in plaats van weer af te dekken. En deze gaat er dus in. Betekent dat wij deze wedstrijd 3-0 achter staan na 32 minuten. We creëren veel meer kansen. We zijn veel beter. Maar dat ga je leuk zien, want we gaan nog heel veel kansen creëren. Hij heeft er 3. Ik heb er 5 schoten en 4 op goal. Dit soort ballen gaan er dan ook niet in. Uiteindelijk knalt hem er wel in de 74e minuut. Ik kan nog 500 kansen laten zien. Ik kan ze laten zien dat de gameplay ook weer echt niet normaal was. Ik kan laten zien dat er echt ongelofelijke dingen gebeuren. Overal kon vochtiger dan tussen. Ik kan heel veel dingen laten zien, maar het komt er gewoon op neer dat ik weer gewoon een wedstrijd heb verloren. Waar ik denk van, hoef je niet te verliezen. Maar, lieve mensen, laten we niet in mineur aftreden of mineur afsluiten. Wij gaan gewoon nu mooie dingen doen. Weet je wat we gaan doen op dit moment? Wij gaan gewoon fantastisch eventjes onze 100k pakketjes openen. Want jullie hebben 10.000 likes gehad op de vorige video. Dus laten we graag even die 100k pakketjes openen. Hopelijk is het wat. Heb je nou eindelijk top 100? Nee, FC Albink. Ik heb geen top 100, vriend. Gaan we even de pakjes openen. En dan gaan we daarna gewoon lekker afsluiten. Hier zo, het staat toch... Mensen, daar gaan we. Een mega pakket, een Electrum spelerspakket en 200k pakketjes. Zullen we wat pakken? Ik heb geen idee. We gaan het zien. Hou me vast. Laat me los. Oh, hier komt niet zoveel uit. We beginnen met een mega pakket. Kom op.
Misschien is het een walkout. Zou het zijn. Het is wel een bordenspeler. Het is geen walkout. Het is een Portugees. 200 kapiketjes. Wat zit erin? Kom op, alsjeblieft. Kom op. Doe het dan voor ons. Doe het dan voor ons. Doe het dan. Geen walkout. Jammer. Lieve mensen, we hebben nog één pakketje voordat we gaan afsluiten. We hebben nog een soort van ook zelfs aan mensen. Ja, kunnen we later wat doen. We kunnen later wel het geld op. En vergeet niet te abonneren. En te volgen op Instagram, lieve mensen. Want bij 160.000 abonnees krijgen jullie 50 euro PSN kaarten van mij. En dan kan je er besteden. Tijdens de Future Stars, et cetera. Zou toch fantastisch zijn. Gaan we kijken of we uit de laatste wel een walkout krijgen. En we krijgen weer geen walkout. Het is weer een 100k pakket. Het is ongelooflijk. Brazilië. CVM. En het is Anselmo. Lieve mensen, mag ik jullie bedanken voor het kijken. Doe je duimpje omhoog, zou ik heel erg waarderen. En lieve mensen, we zien gewoon elkaar morgen weer bij een nieuwe video. Want dan komt de video met Milo. Dat we de tweede gedeelte, dus shotjes, FIFA of zoiets. Die video komt morgen. Wordt echt, echt hilarisch. Gaan we tering hard lachen. Mag jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graag bij de volgende video. Ciao.